De mooiste provincie van Nederland, zo wat Friesland neemt. Het maakt ons grutsk. Maar hoe gaan wij in de werkelijkheid met ons landschap om? En wat voor invloed hebben we als burger op de inrichting van het landschap? In de komende 6 uitsturings van Mooi Friesland zagen wij in gewerking met Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieufederatie hoe wij onze omjouwing in al zijn verskaat inrichten gaan. Ook in Friesland hebben wij te krijgen met het begrip urbanisatie. De mensen wonen liever in de stad als op het platteland. Gevolg, de dorpen rennen leeg en krijgt een maatje mooi krimp. De vraag is wat de gevolgen daarvan van binnen voor de rondelijke kwaliteit van de stad en platteland. En wat voor oplossingen worden betocht om de schadelijke effecten te behouden. Deze aflevering van Mooi Friesland gaat over wegen. Wat binnen de grote uitdagingen van de toekomst voor stad, dorp en platteland? De afgelopen 50 jaar is het tal inwoners in Friesland met 170.000 toegenomen. Maar de tijden van groei binnen voorbij. Hoewel de steden nog wel wat groeien, vielen de dorpen op het platteland nu al de pijn van de krimp. Daarbij komt ik nog eens dat de Friese bevolking in hoog tempo vergriezen. En jonge mensen hele oren wembehoeftes krijgen als nu, zo is de voorspelling. Een complex vraagstuk. Het net makkelijk een antwoord op te vinden is. Ik steek eerst mijn jacht op bij Rijn Hagenaars. Hij is directeur van Wenningbouwcorporatie Noordwest-Friesland. Goeiedag, Albert Jensma. Rijn Hagenaars. Nou, dit weer net moeilijk te vinden, denk ik. Nee, kun je niet op het hoofd zien. We treffen mekaar in Sint-Jabek. Hagenaars heeft vanwege de krimp al 200 huizen van de hond in. Om die eenvoudige reden dat er geen vraag meer is. De komende jaren wil hij nog eens 600 wenden slopen en verkeerpje. In de afgelopen 10 jaar hebben we gezien dat de vraag naar woningen behoorlijk afnam. En we hebben een periode gehad dat er maar op elke advertentie maar 2-3 mensen reageerden. En als je dat afzet wat landelijk het gemiddelde is, dat is 65, dan zie je dat het wel heel erg dun is. Maar hoeveel huizen heb je hem eigenlijk? In totaal hebben we nu 4000 woningen en we hebben er al 200 verkocht in de afgelopen 4-5 jaar. Ik toch die krimp? Vanwege die krimp? Vanwege de krimp. We zorgen in Tjumerum. Het dorp heeft een mooie kerk die het nog herinnert aan een tijd dat het je beter ging. Maar in Tjumerum is het net oors als in oren dorpen, ook hier steen een soort huizen te keep. En in de Haatstritten is de middenstoorn van een pad uitpraat. Hoe slim is het hier eigenlijk? Want de schrik van die bank die staat hier al zien je niet leeg. Ja, nou leeg, maar hier. Er is geen bank meer. Nee, er is geen bank meer. Nou, dit pand hierachter, dat is... Nou, hoor hier. De winkeliers die hier naar voort. Ja. En daar is het dwars. Hebben we in het vrolijk? Nee, wees dat. Een ooitje verderop staat een leegstaande basiskwallen. Hagenaars wil je wenten bouwen, maar de tijd heeft hem inhellen. Nu staat de skwalle te keer voor 1 euro. Voor elke nien die er een mooi plan voor heeft. Dit hebben wij een aantal jaren geleden zeg maar, van dorpsbelang overgenomen. Met de verwachting dat we hier woningbouw zouden gaan bouwen. En de opbrengst zouden wij terugploegen weer het dorp in. Ja. Maar inmiddels, ja, je kunt niet overal woningbouw doen in deze tijd. Nee. Dat heeft dus weer met krimp te maken en hoeveel plaats is er. We hebben daar met een aantal deskundigen bedacht van zou het niet aardig zijn een soort prijsvraag te verzinnen voor mensen die denken van ik ga hier wat van maken. En je krijgt wel de verplichting om met een plan te komen en het beste plan gaat het winnen. En dan kijken of je dat kunt regelen dat ze er ook wat van gaan maken. Ja. Wij hopen dat we aangenaam verrast worden. Maar dan kist het ik slopen. Ik bedoel maar, ja, dat kan ook. Ja, dat zou ook kunnen. Maar dan heb je weer het probleem van wat doe je dan met het gesloopte vlakke stuk. Ja. Interessant. Ja. Nog net zo lang verlien hier elk dorp onder Rone zijn uitbreidingsplontje. Maar in deze tijden van krimp draait het alweer om inbreiden. Dus bouwen op locaties binnen de dorpsgrenzen en net meer de boeten in het Iepen Loonskip.
In Holm is dat goed slagen, maar dit woonzorgcomplex van 14 wenten en appartementen voor ouderen en gezinnen. Een historisch plak, want Jertiets stier Offenga staat hier. In de vorige eeuw bouwde Helma hier de koekjesfabriek. Maar de locatie van Tutteheersen doet het een caravanstalling waard. En toen kregen architect Doeken van Wieren van twa architecten de opdracht hier een woonzorgcomplex te ontwerpen. Eigenlijk is dit complex zoals we dat hebben ontworpen nog een soort knipoog naar die situatie dat hier een grote staat stond en met veel ruimte eromheen. Dus we hebben nu ook weer een heel compact complex gemaakt, net zoals de Offenga staat destijds op die oude historische plek op de Terp van Halle. Dat vind ik eigenlijk ook een mooie, dat zo'n ontwerp eigenlijk vertelt. Het vertelt iets van oude situaties en het kweekt daardoor ook begrip. Dus als mensen hier lopen en ze vragen van nou, waar komt die oude muur vandaan, dat daar een verhaal achter zit. De kleuren die je ziet, dat is anthraciet, bijna zwart, rode pannen, hout. Dan zie je dat dat juist de kleuren zijn die ook in het dorp voorkomen. Dus door je oogharen heen past het juist wel heel erg bij het dorp. De opgave ligt niet meer aan de rand van het dorp, maar in het dorp. Het is nu zo dat als er een aantal mensen minder worden, dat als je nu zou blijven uitbreiden aan de buitenkant, dat je eigenlijk de binnenkant leegtrekt. Dan krijg je een soort lege, rotte kern in de binnenkant van het dorp. Dus de opgave ligt juist aan de binnenkant. Maar dat zou je ook een kans kunnen noemen. Want dat geeft ook de mogelijkheid om de plekken in dorpen die verbeterd zouden kunnen worden, zoals deze plek. Dit was een verpauperde plek. En heel veel dorpen hebben van dat soort rotte kiezen, zou je kunnen zeggen. En juist die rotte kiezen, die plekken, die leden zich heel goed voor dat daar waar je nog moet bouwen, om dat daar te doen en tot verbetering van de dorpen te komen, op die manier ruimtelijke kwaliteit te kunnen maken. Ja, het is wel een hoger level, zeg maar, het spelletje. De locaties zijn ingewikkelder. Het is natuurlijk veel eenvoudiger om op een stuk weiland uiteindelijk een plan te maken. Je hebt hier te maken met meer mensen, er zijn meer belangen, er zijn meer lagen van betekenissen, er ligt een geschiedenis onder. Je hebt met een context te maken, een ruimtelijke context te maken, een sociale context. Ja, dat maakt het ontwerp lastiger, maar het geeft toch mogelijkheid om zo'n ontwerp veel meer lagen van betekenis te geven uiteindelijk ook. En daarmee ook die kwaliteit te krijgen. Ik ben hier trots op, ja. Ik vind dat het heel goed gelukt is. Het was lastig, maar het was ook heel leuk. Eigenlijk zijn dat de leukste ontwerpklussen die je kunt krijgen. Komt er iemand met koffie aan? Oh nee. Net als tegen de krimp, of misschien wel krekt toch de krimp, binnen er soms onverwachte projecten mogelijk. Zoals hier in Sint-Jabek. Woningbouwcorporatie Noordwest-Friesland investeert hier flink in een metamorfose van een trogsneerietje wenten. Dit was het allemaal gebouwd in Dels rode steen, karakteristiek voor deze tijd. En het zijn projecten die in Friesland heel vaak tegen de vlakte gaan, omdat ze een beetje de tand destijds is te zien, het niet meer mooi vinden. En toen wij meededen aan het project Dels rood, was het eigenlijk als een soort kwajongenstreek bedacht van iets wits getekend en ik was op slag verliefd. Ja. Dan krijgt het als ensemble iets prachtigs moois. En dan heb je een heel complexie wat veel meer waarde heeft dan alleen maar het dak boven het hoofd van deze mensen die hier wonen. Dat was een bedoeling van, wij gingen net alleen nog maar van de binnenkant, maar ik van de buitenkant, van de uitstraling gingen wij wat wel. Ja. Maar waarom doe je dat? Nou ja, dat klinkt dan misschien gek, maar daar zit ook een heleboel eigen belang bij. We hebben in 36 dorpen in Noord-Friesland hebben wij allemaal woningen. En de waarde van die woningen wordt ook bepaald door het imago wat die plaats heeft. Ja. Dus de manier hoe het eruit ziet. En er zijn dorpjes bij waarvan ik denk, gas geven en er doorheen wegwezen hier. Zo somber. Ja. Ja. En op het moment dat je kleine pareltjes krijgt, dan denk je, hé, dat is leuk. Daar zou ik wel willen wonen. Ja. En dat haalt de rest omhoog. En dan krijg je met elkaar een soort constructief gevoel van, jongens, dit dorp is nog niet verloren. Hè? Want dat is ook nog een punt. Dat er nog in dorpen geïnvesteerd wordt, daar wordt in Friesland ook nog wel eens over gediscussieerd van is dat nog de moeite waard? Nou, wij denken dat zeker de moeite waard is. Maar kost het al meer geld om het samen te boeken? Nou, het lijkt nu dat het veel meer geld is, maar het is uiteindelijk, wat zal het zijn, een paar duizend euro per woning extra vanwege het verfwerk. Ja. En het lijkt wel 20.000 euro meer.
Dus dat is maar heel betrekkelijk. Nou, ik vind het leuk. Ja, nou ja, wij ook. Ja. Hield iets meer worden inwenners belutsen bij het maatje van plannen en een toekomstvisie van het dorp dat ze inwenen. Het adviesbureau Noordpeil is specialiseren in deze vorm van burgerparticipatie. Goedendag. Hallo. Ja, Els. Maar Smit zocht ik wat op van de rondelijke kwaliteit van dorpen. Ik stek mijn jacht op bij sterrenbouwkundige Els van der Laan van Noordpeil. Nou, in deze tien van krimp zitten we met grote problemen op die dorpen. Wat moeten ze vooral net doen? Nou, wat hopelijk nooit meer gebeurt, is dat er rond- en randwegen om de dorpen worden gelegd. Waardoor eigenlijk de hele doorstroming door de dorpen volledig weg is. Ja. Die levendige kern is ook gewoon randvoorwaarde. Hou die winkels in die kern ook bij elkaar. En natuurlijk het dorpscafé, essentieel voor het dorp. En eigenlijk ook net naast de kerk de mooiste gebouwen. Ja. Ja, die twee functies die zijn cruciaal voor de levendigheid. Els van der Laan wil met Sjen letten hoe de dorpsuitbreiding van Aardegeving Brits aanpakt is. Na heel wat slingerdiekjes arriveren wij in dit karakteristieke wettersportdorp van de Aardegeester Brekken. Daar treffen wij oud-dorpsbelangvoorzitter Igram Ikema. Maar hem en andere dorpsbewoners waren eerst bepaald wat het DNA van Aardegevier is. Sinds maar de bijzondere eigenschappen van het dorp. Op basis van dat DNA is de dorpsvernaaiing ontwikkeld. Hoe gaat dat in zijn werk, dat dorps DNA zijn? Nou, wij gaan bijna zitten en in ploegjes en dan schroeven en tekenen en plakken en knippen en plakken. Zo nemen ze dat toen. En hoe vind je wat aardig er in de takken op zijn moet? En zo ben je wel blij dat een plan komt. Wat is er u toen eigenlijk gerealiseerd? Nou, wat er nodig was, waren huizen, starterswoningen en vrijstaande woningen. En de school was heel belangrijk. Die moest een goede plek krijgen hier, een nieuwe school. En daarnaast een groot probleem met de wegen, het landbouwverkeer, wat gewoon eigenlijk niet door het centrum van het dorp moest. Dus daar moest ook een oplossing voor komen. Ja. En dus werd er een bijzondere roenwaai voor Aardegeer ontworpen, met een soort bochten en uitviertien klinkers. Benamme bedoeld voor het landbouwverkeer. De auto's gingen nog gewoon door het centrum, goed voor de middenstoorn en de leefbaarheid van het dorp. Net alleen nog beliertsmakers, maar ook individuele burgers krijgen heel iets meer eer van rondelijke kwaliteit. Wat ik door Friesland reis, zag ik gauw dus nijbouwwenten in het boetengebied, die het opvallend en contrastrijk binnen qua architectuur, maar haar een dags mooi voegje naar het longenskip. Zoals het nije huis van Klaas en Willy Sterk, dat verschoelen luidt in het coulisse longenskip van Bontebok. Je hebt een optimale beleving van het verjaardag seizoen. Die zijn prachtig. Het glas zorgt ervoor dat het optimaal contact is met de natuur, met het landschap. En dat is natuurlijk wel een essentieel onderdeel van dit huis. Dat die eigenlijk de opzet rondelijk wijen, naar buiten te wijen, net naar binnen te, maar echt naar buiten te, met het landschap, met de natuur. Zitten twee gedachten eigenlijk in van het huis is de gast in het landschap, dus het landschap gaat gewoon onder het huis terug voor dingen voor. En de andere gedachte is, het is wiet en daarmee vervalt het en onderscheidt het zich enorm van het landschap. En daarmee past het er net in, maar kiest het de kant van contrast. Dit is een kavel die is omringd door beemwallen. 50 meter breed, 250 meter lang. En in de dwars, hoe dwars hebben we een huis gebouwd, 50 meter breed. En dat verdeelt de kavel in een stuk van 200 en een stuk van 50 meter breed. En het eerste stuk is een vattuin en dit is eigenlijk een privétuin. We zijn hier aan de zinnige kant, aan de privékant van het huis. En hier iepert het huis zich naar het landschap. Dus dat kan je zien door de glazen hoeken die we hiermee maken. En dat zie ik al hier. Zo, hier. Dus het is als het ware als dit het huis zo steen. En als je aan de andere kant binnen, zeg ik, heb je zien letten, dan gaan we het kijken als onder. Aan deze kant hebben we als het ware twee schijven maken, die als het ware de ruimte beet houden.
En dat maakt dat dit een hof wordt. Zo kom je aan van de wei, dan rijd je bij de bosje langs, dan kom je in deze grotere hof. En deze grotere hof wordt omsletten tot deze 12 liter morgen. En vervolgens kan je tot het hoes heen en dan heb je het nou, een beetje aha gevoel van hey, wat een grote kavel, wat een hoop ruimte. De BM-wallen die de kavel begrenzen, zorgen voor beschutting en privacy. Eens kunnen ze zien worden als de boetenste moorden van het hoes. De jonken is het hoes, trots zijn langgerekte en platte vorm, als ook een BM-wal tussen de oren BM-wallen. Net alleen de gemeente, maar ook de omwenenden van Klaas en Willy reageren in eerste instantie afwijzend. Dat kan ik wel begrijpen. Vanuit de geschiedenis van de mensen die hier altijd een wennen hebben, die dit lang landschap kennen, zoals het weer, deze burgerijs, deze kavels, is dit natuurlijk een element in hun landschap die totaal oors is. Maar het verbaast mij dat de mensen toch wel zeggen van, ja, het is mijn smaak net, maar het is akkoord. Dit is een culturele stap. Dan op architectuurgebied zou Friesland wel meer van die stappen gaan kennen. Dus een beetje meer uitdaging, een beetje meer durf zou wel kennen. Zonder dat het uit de hand rent, denk ik. Er is dus een trend dat mensen van het dorp naar de stad loeken. Maar het vreemde docht hem voor dat als ze in de stad een hoes zieken, vaak het liefst landschappelijk wennen willen. Zoals hier in de Jereveense wijk Squattervoort. In het sterk glooiend parklandschap in Engelse stijl binnen hier in een cirkel deze stadsvilla's bouwd, voor een pad ondergronds. Het stedenbouwkundig ontwerp is van Ashok Balotra, een Nederlandse architect van Indiase komaf. Hij heeft hem inspireren litten door de adellijke boetens van Oranjewoud. Maar dat ik zou oer de stijgen door de vijverkuieren, komt het geheel mij vervreemdend oor. Wat het plan uniek maakt, is dat hier oors omtocht is. Voordat op de tekentafel de villa's ontstien, wie het landschapsplan al kleer. Meestentijds wordt eerst het hoes tekenen en is er de nieuwe aandacht van het landschap eromheen. Wat je er ik van denken wollen, organisch is het wel. De villa's in het landschap binnen hier in. Wat mij ook altijd intrigeert, is de nijbouwwijk Techem bij Ljouwert. Ljouwert wil graag een echte stad wezen, maar ze verlieren de meesten hiermee dwarpswenning. Heel bijzonder. Ik ben benieuwd wat de nieuwe inwoners zelfs als reden aanvieren waarom ze van Techem kiezen hebben. Woon je hier echt heen? Ja, ja, wij hebben hier echt heel bewust voor gekozen. Mijn man die komt uit de stad en ik kom uit een dorp, dus we hebben het eigenlijk een beetje gemixt, zeg maar. Een dorpsgevoel wilden we wat hebben. Ja. En dat heb je hier toch wel. Ja, dat heb je hier toch wel. Want anders krijg ik oorpijn. Krijg je nou oorpijn? Ja, dat, oh, ja, nou, dat mag je net hebben, want dat is zo vervelend. Dat is zo vervelend. Ja. Zo? Ja, zo. Zie je gelijk de reden waarom we hier zijn komen wonen? Nou ja, we wonen hier nu een driekwart jaar. En, ja, kinderrijke buurt. Ja. Ieder huis een kind. En de kleine jongen die vermaakt zich prima. School vlakbij. En dat ja, ideaal. Ja. Vlak bij de stad, veel natuur. Een dorp, is dat een optie om naar een dorp te gaan? Ja, we hebben wel gekeken. Maar mijn vriendin die werkt in Groningen. Ja. En dat was ja, een hoop gereis. Dus dat hebben we besloten om dat maar niet te doen. Hiervoor woonden we in Weerdum, daar hebben we een paar jaar gewoond. Ja. Maar daarvoor woonden we in Rusland. Het is, nou ja. Dit is heel wat anders. Ja, ja. Maar goed. Ja, maar waarom ben je met Wurdenwaai gegaan om hieruit te werken? Nou, we kwamen dus vanuit Rusland en nou, dat is alles heel anders. Grote stad en ik hou wel van de stad en mijn man houdt van het dorp. Dus toen gingen we eerst in Wurden wonen in het dorp, maar dat vond ik toch te klein, zeg maar, en te ver weg van Leeuwarden. En als we nu iets willen uit de stad, dan ben je er zomaar. Dus 10 minuutjes fietsen, dan ben je in de stad. Als het verhaal klopt eigenlijk, wat je woont, dat heb je van. Ja. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Dat zijn eigenlijk allemaal. En springt het ik eventjes. Ja, precies. Ja. Ik lees mijn vernuivering over Techem voor onder landschapsarchitect Misha Teensma. Wat vindt zij van Techem als Wernwijk bij een stad? Hier is eigenlijk het dorp als uitgangspunt, als inspiratiebron gebruikt. Dat kan je ook zien aan de manier waarop gebouwd is. 1 tot 2 bouwlagen.
De huizen hebben ze geprobeerd om daar ook echt verschil tussen te maken. Verschillende kleuren baksteen. Ze hebben verticale raampartijen, wat vroeger veel gebeurde. De afdekking met een kap, natuurlijk ook heel belangrijk. Ook in het landschap is dat heel, heel belangrijk. En de toepassing van groen. Het dorp hangt samen met het landschap. Maakt zelf ook rafelige overgangen naar het landschap. Ja. Soms komt het groen naar binnen. Je ziet een vaart naar binnen lopen, sloten. Dat zijn wel kenmerken die echt bij een dorp horen. Maar als je nou redeneert vanuit het landschap, is het dan heel erg vreemd om op zo'n manier te bouwen in een stedelijke omgeving? Ja, eigenlijk wel. Want als je denkt aan betekenisvol bouwen, hè, ook verbonden met de identiteit van de plek. Ja, dan denk je eerder aan bij een stad. Oké, dan ga ik ook stedelijk bouwen. Dan gebruik ik stedelijke vorm, stedelijke dynamiek en spannende dingen, moderne dingen. Ik denk eerlijk gezegd dat het bij Leeuwarden ook wel een keuze is geweest die samenhing met het feit dat in het verleden nogal eens wat woningzoekenden verloren zijn aan de omliggende dorpen. Omdat mensen dat hier ook met name heel, heel mooi vonden. Okay, en dat is een soort met concessie aan de markt. Ja, het is ook wel een concessie aan de markt. Ja, dat klopt. Hoewel het in steden relatief beter gaat als in dorpen, stiet ik de stad de komende jaren voor een grote uitdaging. Want wat moet er gebeuren met al die leegstaande bedrijfsgebouwen, kantoren en winkels? En wat met al die beeldbepalende tsjerken en oorkultureel erfgoed dat haar functie verliest? We beklimmen de Oudehou voor het mooie uitzicht. Op mijn vraag hoe een stad als Ljouwert de leegstoorn pareren moet, had Miesje Teens maar net zo in het wat traaien een antwoord paraat. Duidelijk is nevens haar wol dat gemeenten regels soepeler moeten matten, zodat gebouwen makkelijker van functie verrooien kunnen. Voor dit soort steden is wel de grootste uitdaging dat je eigenlijk een aantrekkelijke stad moet blijven, ondanks het feit dat er veel leegstaand vastgoed is en komt. Ja, maar wat maak je dan dwan? Ja, dat is best moeilijk, want je bent een overheid, dus je kan niet al die panden gaan aankopen en daar nieuwe functies voor bedenken. Je kan wel heel goed nadenken over wat er dan zou kunnen in dat soort gebouwen. Vaak de oorspronkelijke functie lukt niet meer. Dus je moet eigenlijk in contact komen met marktpartijen, kijken wat er voor ideeën leven. Ja. En je moet ook goed kijken naar wat heb je eigenlijk voor regels op dit moment. Want vaak zijn die regels ook wel een belemmering voor functies die in zo'n gebouw kunnen komen. Kun je daar een voorbeeld van nemen dat regeljouwing na je dingen in de war steert? Ja, nou neem bijvoorbeeld een school. In vaktermen zeg ik dat dan maar even. Heeft zo'n school dan bijvoorbeeld een maatschappelijke bestemming? En als die er dan afvalt, dan is het misschien veel handiger om bijvoorbeeld wonen of combinaties van wonen en werken daar mogelijk te maken. En dan houden de regels dat tegen. Dat is eigenlijk zonde. Maar het allerbelangrijkste is nevens haar te investeren in een vitale binnensteed. Zolang als dat broersje bloot, hou je de gong erin. Wat dat onbelangrijk is het nieuwe Saailongen met het Fries Museum een goede set. Een andere belangrijke uitdaging voor een stad is natuurlijk ook de openbare ruimte. Want een stad moet eigenlijk toch een plek bieden. Mensen kunnen eigenlijk alles thuis. Hè? Ze kunnen thuis boodschappen doen. Ze kunnen elkaar via Facebook kunnen ze contacten onderhouden. Ja. Je kan je college thuis ook afzien op de computer. Ja. Dus eigenlijk wordt ontmoeten daardoor ook weer heel belangrijk. En als het ware een soort feest wat je apart viert. En dat, ja, daar is de stad natuurlijk bij uitstek een soort plek voor. Ja. Dus het stadslandschap dat zal zich onpassen maten om creëer te werden voor die toekomst. Ja, ik denk dat dat wel mooi gezegd is. Inderdaad, die plekken die verblijfskwaliteit hebben, ja, die horen er wel echt bij. En die zul je ook nodig hebben om aantrekkelijk te blijven als stad. De woningbouw zit in een diepe crisis. Er is krimp en leegstaan. Maar achter de schermen is Else Nien om aan het tarieren op een nieuwe tijd. Eén ding is mij wel duidelijk geworden, de tijd van domvooi bouwen, bouwen, bouwen is voorgoed voorbij. Instek op kwaliteit, dat is waar het nu en in de toekomst om draaien zal. Na een week gaat het in mooi Friesland over infrastructuur. Verplaatsen wij ons jaartijds benamen over het wetter,
Hjoed-de-dooi is de auto viervoi het populairst. In de provincie wordt op dit stuit een soort nieuwe dieken online en dat heeft grote invloed op uw omjouwing.